Een hele goede morgen allemaal. Jordi, je bril zit weer scheef. Tja. Jordi heeft zijn fruithapje gehad en is nu nog heel even aan het uitbuiken met Boomba. Krijgt zo dadelijk zijn fles en dan kan hij lekker gaan slapen. Ik ben ook maar eens op de gezonde tour begonnen. Ik had er in ieder geval zin in. Ik moest naar de winkel toe straks. En ik dacht, nou, hè. Laat ook ik maar eens een keer gezond doen. Dan ga ik heel even mijn ananas opeten. En daarna even Jordi zijn flesje geven, zodat hij lekker kan slapen. Dan kan ik hier heel eventjes aan de gang. Eventjes poetsen hier, want ja. Is nodig. Deze kleine vent is nu bezig met zijn flesje op te tutteren. En hij slaapt ook al. Dus ja, dan ga ik hem nog heel even helpen met tutteren. En dan ga ik hem dadelijk zijn bed inleggen en dan ga ik hier even aan de gang. Je moet tutteren. Daar heb ik namelijk ook zo mijn foefjes voor, dat hij toch zijn flesje leeg kan drinken. Hoorde ik dat nou goed? Ben jij eindelijk wakker? Ben jij eindelijk wakker? Hey, ben jij eindelijk wakker? Ja, je hebt bijna 4 uur geslapen. 4 uurtjes, jongen, bijna. Is je zo moe? Kleine luiwammes. Ik ga hem even uit zijn bed halen en onze dagelijkse bezigheden hervatten. Dus dat betekent soepie. Ik ben nagels aan het doen van mijn kroegmoederke. En ondertussen liggen Niels en Jordi lekker in bad. Nu kan het nog, hè, als het weer verandert. We kunnen er ook wel in zetten, maar dat is niet zo fijn. Nee, dat klopt. Nu is 29 graden het water. Jordi, ben je lekker aan het zwemmen, schatje? Oké. Dan weten we dat. Hij heeft een motorboot, mama. Is hij een motorboot? Ja, ja, dat is waar, net als een motorpaard, hè. Hij zit echt te genieten. Hi! Ja! Ja! Ik laat dit erin hoor, Niels. Nee. Ja. Ik laat dit er gewoon echt in, dikke vette scheid het. Die laat ik erin, jongen. Nee, dat doe je niet. Dat doe ik wel. Dat doe ik echt wel. Dat weet ik zeker dat ik het doe. Doe even stop. Nee, deze gaat er gewoon goed in. Ik verwijder hem. Hehehehe
Nu stop en afspelen. Nee. Kijk wat je hoort dan. Waarom zit je zo te lachen om een scheetje? Nee, die was gewoon keilang. Dat was echt niet zond. En jij gaat ermee om? Ik ben getrouwd met jou, ja. Ja, wie is er dan toch? Tja, dat weet ik ook niet. Ik hoop niet dat Jordi zulke scheten laat laten. Zo voor je neus. Oh jee, dat zijn echt streken die jij zou doen. Maar goed. Nee, die was niet, die kwam niet aan. Oké. Oh, echt jongen, ik ben getrouwd met een scheidkadaver. Oh. Nou ja, hè? Nou we uitgelachen zijn. Oh mensen. Ik ga dit. Serieus? Waarom? Waarom nou? Gedaan, jongeman. Maar goed, iedereen die ons kent, weet dat het vrij normaal is bij ons. Hoezo? Hoezo? Wat is er mis mee dan? Het valt nu nog mee, want hij heeft al eens een keer een scheet gelaten zonder dat ik het in de gaten had. En toen trok hij de dekens omheen. Toen zei hij, oh man, die kom even knuffelen. En toen kwam we ook komen knuffelen. En toen trok hij in één keer die dekens omheen. Nou, ik ging kapot onder die dekens. Maar goed, wij gaan lekker slapen. Als je dit soort gedrag vertoont samen, dan ben je te lang getrouwd. Nou nee, ben je niet te lang getrouwd. Ja. Heb je nog steeds lol met elkaar? Ja? Ja, soms. Nee, is niet meer grappig. Wel trusten. Slaap lekker allemaal. Ik ga even met het scheidkadaver zorgen dat hij aan zijn eigen kant komt liggen. Welterusten. Een hele goede morgen. We hebben al van alles geregeld vandaag. Ik heb Jordi gewogen. Hij weegt nu 11 kilo en 600 gram. Yes! Dus hij komt goed aan. En dat is ook belangrijk om te weten voor volgende week, als hij geopereerd wordt, hoe en wat. En ik had voor mijn eigen had ik calcium besteld. Omdat ik slik dat sowieso, of ik... Het zijn koudtabletten. Ik eet dat sowieso chronisch. Omdat ik dus die melkproducten niet goed kan verdragen. Maar nou kreeg ik dus andere van een ander merk. En op zich, als ik niet zwanger zou zijn, zou dat niet zo'n probleem zijn. Maar bij mij is bekend, toen met Jordi, als het dan ineens iets verandert, dan verandert ook mijn hele huishouding. Dus toen moest ik een medische noodzaak hebben. Dus ik vanuit de apotheek weer terug, assistent toe, uitgelegd van luister, ik ben zwanger. Ik kan niet zomaar veranderen calcium. Als ik nou niet zwanger was geweest, had ik gewoon die calcium gepakt hoor. Begrijp me niet verkeerd, want ik ben geen zeikert daarin. En als het dan gewoon hetzelfde blijft qua werking, is dat prima. Maar de omhulsel is vaak van een ander iets en vaak verandert dat bij mij... dan de werking. Dat was ook met de schildkliermedicatie zo. Tirax is een hele tijd uit. Ja, Jordi is mijn broek op aan het eten.
T-Rex is een hele tijd uit de... dat het zeg maar niet verkrijgbaar was. En toen ben ik uiteindelijk, voordat ik zwanger werd van Jordi, overgegaan op de Eutirox. En dat betekent dus dat als ze nu mij een andere medicatie willen geven van de T-Rex-achtige Eutirox, dan mag ik dus niet overstappen omdat ik dus zwanger ben. En dat is dus het hele ding. Omdat ik nu dus zwanger ben en eindelijk mijn waardes goed zijn, dan mag ik dus niet zomaar overstappen. Dus ik hoop dat mijn huisarts denkt van, ja, ik snap het, dus ik geef die medische noodzaak af. Dus we gaan er even afwachten. En anders dan moet ik het ziekenhuis bellen waar ik geopereerd ben, waar ik ook onder controle sta met alles. En dan moet ik het via daar krijgen. Nou is dat niet zo'n probleem, want ik weet dat ik het via Tilburg zal krijgen, want ik ben in Tilburg geopereerd. Maar ik moet weer de hele rompslomp eromheen gaan regelen. En daar heb ik dan geen zin in, want ik heb al zoveel te regelen in verband met Jordi. Dus ja, ook vanwege volgende week. Ik moet van alles klaarzetten, van alles denken van wat heb ik nog nodig, wat moet ik voor Jordi nog halen. Zodat ik niet zeg maar continu naar een winkel hoef of van oh chips, ik heb dat nodig of ik heb dat nodig. Ik ben daar nu allemaal al aan het regelen. Zodat ik dat allemaal hier klaar heb staan in een tasje. Dat dat gewoon mee kan. Of dat ik dat in zijn koffer kan doen of zo. En dus ook met mijn calcium. Ik heb nog calcium. Maar voor het geval dat Jordi langer daar moet blijven. Heb ik wel gewoon meer calcium nodig. Want anders kom ik dus wel tekort. Dus al met al een heel verhaal kort gemaakt. Ik hoop dat mijn huisarts dit snapt. En dat hij dus mij die medische noodzaak afgeeft. Al is het alleen maar voor in mijn zwangerschap. Want het is gewoon belangrijk dat alles goed blijft staan qua waardes. Ja, dat dus. Maar goed, Jordi is aan het acrobaten. En scheetjes aan het laten. Ja. Hij lijkt een beetje heel erg veel op zijn papa met scheetjes laten. Jordi heeft inmiddels een dutje gedaan en heeft zijn soepje gehad. Ligt nou lekker te spelen in de box. Ik ga ook niet bij hem nou in de buurt komen, want hij is nu lekker aan het spelen. Zodra hij me ziet, dan is het weer janken dat hij bij me wil zijn. Ik ben net nog gauw met Jordi naar de apotheek geweest. Ik heb gauw mijn medicatie opgehaald, mijn calcium en mijn Eutirox. Het is uiteindelijk toch gewoon de calcium geworden die ik altijd had. Dus ik heb van de huisarts een verklaring gehad, medische verklaring, weet ik het hoe dat allemaal genoemd wordt. Dus ik kan voorlopig weer vooruit met mijn calcium. Om 4:30, het is nu 4:30, staat de spoeldienst weer voor de deur. Komen ze Jordi weer helpen spoelen. Trouwens, allemaal stuk voor stuk goede mensen hoor. Ze helpen je supergoed. En willen je zoveel mogelijk uit handen nemen. Dus ik heb daar totaal geen klagen over. Ik heb vandaag vrij weinig gevlogd omdat ik ook met dingen bezig ben om te regelen. Zoals bijvoorbeeld vast wat dingetjes klaarzetten voor mee te nemen. Dat ik het niet vergeet. Een lijstje maken met wat ik wil dat Jordi mee heeft. Zodat ik gewoon dingen niet ga vergeten. En wat ik maandagochtend nog moet doen, zoals antibiotica voor Jordi halen en dat soort dingen. Aboe. Moet je maar vertellen dan? Als je zag, Niels is inmiddels alweer thuis. Jordi is net ook gespoeld. Dat ging ook allemaal goed. Voor de laatste keer vandaag. En hij ligt nu zo bij Niels. Hij is aan het kruipen. Oeh, papa! En ik heb net zijn eten warm gemaakt, dus Jordi gaat zo eten.
En dan kan de avond weer beginnen. Goed zo. Kom hier, kleine dreumes. Jij duwt je handen onder mijn voeten. Ik hou ze al omhoog. Jawel. Goed zo. Altijd bij jou, hè? Eerst een hapje, eerst een slokje. Altijd eerst zitten klooien, hè? Goed zo. Goed zo. Dit is ook een bijtje. Als jij dat wil, dan moet je dat doen. Goed zo. Nog meer. Bijna klaar. Bijna klaar. Bijna. Nou, goed gedaan. Mama vindt het goed gedaan. Ja, is goed gedaan. Waar ben je nou? Waar ben je nou? Laat het los. Misschien knuffel komt, maar jij moet. Mama houdt heel veel van jou. Je pakt mama ook lekker strak vast, moet ik zeggen. Oké, mama vasthouden, hè? Ja, mama vasthouden. Goed vasthouden. Heel goed vasthouden. Heel goed, nog strakker. Goed zo. Nog strakker vasthouden. Heel strak. Goed zo. En strakker vasthouden. Strakker vasthouden. Strakker. Strakker vasthouden. Goed zo. Nou. Jordi krijgt zoals jullie zien lekker het flesje. Ik weet niet wat jullie allemaal, wat ik allemaal heb laten zien in de box. Want volgens mij was dat niet helemaal de juiste hoek. Maar dat maakt niks uit. Er zullen echt wel stukjes zijn die ik jullie laat zien. En Jordi krijgt nu dan lekker zijn flesje. En dan gaat hij dadelijk lekker zijn zwembad. Even staan we toch even bij. Wij gaan lekker slapen. En deze ups en downs gaan we ook afsluiten. En tot de volgende dan weer. Ja, precies. Tot de volgende dan weer. Dat is een weekend vol met dingen klaarzetten, poetsen, opruimen. En zorgen dat alles klaar staat voor de operatieweek. Ja, het wordt nog wel even spannend of we kunnen overnachten in het Ronald McDonald. Ja, klopt. Dus dan gaan we allemaal even afwachten. En anders dan blijft een van ons sowieso in het ziekenhuis slapen. Welterusten allemaal. Welterusten. Slaap lekker.